How are you? Gaat ie lekker, jongens? We gaan verder vandaag met de vrijdag workout. It's a workout right before the weekend. And it's May 2021. Heerlijk mensen, wat gaan we vandaag doen? Twee twist oefeningen, two exercises where we do a twist. It's nice for the waist, so I love to give this to you. En onze oefening die aan het einde komt, is eigenlijk een van mijn allerfavorietste beeloefeningen. Voor de achterkant van de dij, voor de hamstrings en de beel. So we're gonna do a lovely butt exercise. One of my favorites at the very end. So let's get to it. Drie oefeningen en vier rondjes. Je weet het, wat heb je nodig vandaag? Eén gewichtje. So that you only need one single weight today. Only for the second exercise. Alright. Wat gaan we doen? We beginnen met staan. So we start standing up. En probeer de vingers op de slaap te zetten. So place the fingertips on the temples. So please don't put them on the back of your head. I see this a lot. Mensen trekken aan hun hoofd. Doe dat nou niet, hè. Die nekpijn, daar ligt op de loer. Hoe vind je mijn pak trouwens? Leuk, hè? Leuk mijn outfit. It's from a Dutch designer called Jimmy Paul. Check him out on Instagram. Alright, let's start with our lovely exercise. We gaan vandaag even de timer gebruiken. I'm going to use the timer because you know I suck at counting. And I just want to get it off my chest. So, I'm not going to do counting. I'm going to do the timer. So, gaat ie. Fingertips on the temples. Twist your torso. Trek je knie naar je borst. En je borst naar je knie. So actually what I'm doing is I'm making a very explosive torso twist. En ik ga niet me nek verkorten. So really look behind you. Opening leg, zet kracht. Trek je buik in als je indraait. So it's really important to twist and pulling your abdominal muscles at the same time. Bam! Zet kracht, open die elbows. Keep going. Oeh. Een krachtige beweging en hou die benen goed wijd. So there's no jumping today. You already saw that. And it's lovely for your neighbors. Hou nog even vol. Kijk achter je, zet kracht. Bam! Explosive power. Trek die navel in. Imagine you have a belt around your waist on the final hole. De kleinste gaatje. Hou vol. Kijk achter je. Bam! Yes! Nog 1 seconde. Tak en press. Dat is hem. Helemaal goed. Voor een tweede oefening ga ik liggen. So I'm going to lay down. I'm going to grab my weight. So if you can, grab a large weight. Dus pak eventjes niet te licht. So please, if you have around 5 or 6 kilos, or maybe 10, if you can do it, please do it. Dus probeer echt niet te licht te pakken. Dus als je 1 of 2 kilo hebt, ja, is echt zonde van je tijd. Zou ik niet doen. So what I'm going to do, place my feet on the mat. But if you prefer putting your legs up, whatever, you can do that. Dus ik ga naar achter leunen and I want to make it really uncomfortable. So when I'm laying like this, I want to fight gravity. En dan ga ik even mijn nek helemaal verkorten. So I'm rounding the back of my body, mijn rug. Trek mijn buik goed in. En twist, gewoon. En 2. En 3. Zet kracht buik in. 4. 5. So lean back, otherwise nothing happens. 7. 8. Hou vol. 9. 10. Leuk ietsje verder naar achter. 1. 2. Buik in. 3. 4. Look at your belly contract. 5. 6. 7. Trek hem in. 8. 9. En 10. Hartstikke goed. Dus dit gaat ook weer goed om die twist. Maar als je hem niet intrekt, if you don't pull in your abdominal muscles, nothing will happen. So please do it. Oké, mijn laatste oefening en mijn ontzettend favoriete beeloefening is met mijn hielen op de grond. So you don't want to put your feet too far away. Really close. Tilt your pelvis, let op, je hak is in de grond. En doe van eerst mijn linkerbeen omhoog. Mijn second round, I will do left, the other side, left on the floor. Open die armen naar de zijkant om een beetje stabiliteit te creëren. En hou de nek mooi op lengte. Ontspan de schouders. So now I'm going to lift up as high as I can. And what I want you to do is focus on squeezing the butt cheek of the standing leg. Dus het standbeen hou je goed aangeknepen. En nou alsjeblieft, leun niet op die nekwervels. Don't put any pressure on the neck. Press on your feet and on your butt. So,
Gaan we weer de timer zetten? I want to do this with you for 1 minute. Yes? Oké, gaan we dan. Hey, 1 minuut. Woep, woep. Kleine stukjes op krachtig op de voet. Dus niet op de schouders. Ik weet dat die schouders heel veel voor je moeten dragen, letterlijk en figuurlijk in het leven. Maar probeer de kracht van de benen in te zetten. Je ziet het in de spiegel. Het zijn hele grote spiergroepen, dus die wil je graag aanspreken. Oké, keep going. Press it up. Hou die buik actief. Don't stop. Go for it. Adem door. Let weer op de gewichtsverdeling. And can you feel it on the back of the legs? I hope you do. Let erop dat je niet te veel kramp voelt op je wreef, op je scheenbeen. Dan wil het zeggen dat je iets te veel omhoog trekt met de voet. Probeer met name de hak van de voet in de grond te drukken. Oké, ik voel hem hartstikke goed. Daar ben ik heel blij mee. Hou nog even vol. Keep going. Press it up. Kom op, ietsje hoger. En door, en door, en door. En stop maar. Zo. 1 minuut is de perfecte tijd. Ik voel hem hartstikke goed. En dan ga ik lekker weer staan voor mijn 1 minuut twisting. Ik hou mijn benen goed lang. Ik hou mijn billen goed op spanning. 1 minute starting now. 2 ronden, kom op. Bam, 2, 3. Tak, 4. Navel in, 5. Tjak, 6. Nekjes lang, 7. Twist your elbow, 9. Kom, bam. Zet kracht. Waarom ben ik eigenlijk aan het tellen? Dat hoef ik dus niet te doen. Het is een automatisme. Hou nog even vol. Bam. Go for it. Don't lift up the elbows. Kijk achter je. Tjak. Yes. Go for it. Push, push, push. Doorgaan. Naveltje in. Knie verenigd optrekken. Naar de borst. Bam. Do it. Nek is lang. En door. Tjak. Press. We zijn er bijna. Twisting. Zoek. Let's go. Pressing. Boom, boom, boom. We zijn er bijna. Ja, ja. Even doorzetten. And I feel it vibrating. Now it's done. Helemaal goed. So, I will take you to Russia for Russian twist. En waarom heet het Russian twist? Een hele goede vraag. In de Koude Oorlog. De Koude Oorlog hebben ze deze oefening bedacht, denk ik, in het Russische leger. Nou, leuk hè? So, really lean back. This already is very hard for me. If I'm sitting here and I twist, not much will happen. Ja, dus ik wil echt dat je nu al een sterke uitgangspositie hebt. 20 reps, let's go. Touch the floor, 1. 2, niet te hard rammen hè, op je hand. En 4, ietsje verder naar achter. 5, you want to feel it in your abdominals. 7, 8, rustig aan. 9, niet te snel. 10, 10, 9, keep squeezing. 8, 7, dan stap 6, back in. 5, 4, 3, 2, en 1. Hartstikke goed. Je mag natuurlijk je voeten optillen. En dan wordt hij iets minder stabiel, dus dan ga je iets meer wiebelen. Voor mij betekent dat dat ik minder goed mijn buik kan intrekken. En daarom prefereer ik de voet op de grond, want dan kan ik veel beter intrekken en goed controle houden. Alright, now I'm going to lift up my right leg. Open mijn armen, schouders van mijn oren en op mijn hiel, up. En ik zet mijn timer, so you want to go as high as possible. Let's go. Nou, voor de een is het natuurlijk makkelijker om hoger te gaan dan de ander. En dat maakt niet uit als jij maar gewoon zo hoog mogelijk gaat als jij kunt. Yes, press your hands against the floor. Press up. En kijk eens of je dat aan de achterkant van het standbeen voelt. En dan voel je hem een beetje in je hamstrings. En sommige mensen ervaren dan een krampgevoel. Dat kan. If you experience cramping on the back of the leg. Then just shake it out and restart. Dus dat is allemaal goed. Oké. En op de helft, hou nog even vol en zet door. Zo, lekker wijd, warm pak aan. Maar de look is ook belangrijk, weet je. En ik dacht, ik doe het ook even op een ander plekje in de zaal. Ik heb iets rustiger achtergrond hebben. Dan met al die foto's en dingen op de achtergrond. Oké, little higher and squeeze.
Yes, een beetje sobere look. Met al die steps op de achtergrond. Zetkracht en it's done. Helemaal goed. Now, again, it's really important you feel the exercise. If you don't feel it, you know it is not working. Zo, gaan we dan even naar beneden. Schudden die voeten, die benen, die broek. Go for it. En twist. En bam, trak. Kijk eens achter je. When you look behind you, you know you're going that way. Zetkracht. Dus als je kijkt waar je naartoe gaat, dan ga je er ook echt heen. En als je gewoon alleen maar die arm beweegt, is het een iets minder intensieve beweging. So really use that knee to pull it up. Bam. En zetkracht. Tak. En twist. Trek die navel in. Yes, a lot of core today. Die laatste oefening, die derde, daarbij gebruik je natuurlijk ook je core. Hou nog even vol. You can do it. Open legs. Nek blijft op lengte. Hè? Dit is voor heel veel mensen moeilijk. Probeer echt die elleboog omhoog te houden, maar die schouders blijven laag. So, if you are one of those people that experience a lot of stress on the neck and shoulders, please be at the place in your house where you can look at the mirror or see yourself. And when you see this, you know to do this. Rusje. Svetlana. Komt ie aan. Naar achteren. Buik in. Voetjes een beetje op de grond. Niet te veel kracht. Een beetje stabiliteit. 1, 2, 3, 4, buik in. 5, kom op. 6, 7, lean back. 8, rustig aan. 9, 10, 10, touch the floor. 9, 8, kom op. 7, 6, trek die buik in. 5, 4, 3, 2, 1. Geweldig. Alright. Andere voet omhoog. Dus als je hem nou doet met meer kilo, ik heb hier een gewichtje van 3 kilo, dat is niet zoveel. Als ik minder gewicht heb, dan betekent dat ik de beweging iets langzamer mag maken. Hè? Want dan kan ik natuurlijk dat iets rustiger tempo hebben. Zo, left foot up, open arms, shoulders, heels on the mat en let's go for 1 minute. Join me, yes, kom op, kom op. En op zo hoog als je kunt, zet kracht. Klem die heel in de grond, klem die bil op spanning. So if you touch your booty for a little bit and really feel, is there tension? Can I squeeze it harder? Ja, dat kan jij. Dat weet ik. Hou nog even vol, helemaal omhoog. En druk weer op die hak. Push your booty up a little higher. Please do it, do it, do it. Let's go. En we zijn er bijna natuurlijk. We gaan lekker in de lucht met die beentjes. En misschien heb je niet zoveel lenigheid in het been. Hou hem lekker hier. Is ook goed, hè? If you cannot extend your leg, whatever, just put it up in the air. It's good to bend it as well. It doesn't matter. En misschien wil je hem zo doen. This is also possible. But it's a little less active. So rather keep it away from the other one. 1 second. Ietsje hoger. En los. Helemaal top. Zo, mensen. We gaan verder met de laatste ronde. Hey, daar komt die aan. Lekker. Oké. Guys, let's go. Vingers, schouders, jack. Ja, ik zet de timer. Here we go. Oké. Bam. Benen wijken. Dus maak de beweging eens met je bewust. Met bewustheid. Met bewustzijn natuurlijk. Maar ook met bewustwording. Dat je ook echt denkt van, trek ik hem in? Of doe ik alleen maar dit. Die heupen blijven recht. Tak. Je draait alleen je torso. Just move your chest. Not your hips. Blijf doorgaan. Bam. And remember this belt around your waist. Pulling on the final last hole. Ben je ietsje wijder betekent iets intensiever. Misschien wil je het proberen. Bam. Hou voor. En misschien voel je aan één kant iets meer bewegingsvrijheid. Misschien hoor je wat rugwervels kraken. Is dat mogelijk? Kan heel lekker zijn. Tjak. Dan stop. Push. En tak. Dat was het weer.
So this is over. And now a Russian twist. Komt ie aan. Ga lekker zitten. En ons laatste rondetje. Zo, nu weg. En wat ik altijd een beetje doe, is op mijn schouderblad. I'm sitting on my tailbone. And really making that letter C spine. Dus echt een letter C van je rug maken. Twist naar achteren leunen. 2. En 3. Goed zo. Raak in. 4. 5. 6. 7. Hou vol. 8. 9. Vind het moeilijk om naar achter te leunen. Zet de voeten dan ergens onder. 10. 9. Onder een bank of zo. 7. 6. Buik eens in. 5. 4. 3. 2. En 1. Helemaal lekker. So guys, I don't need this anymore. En dan gaan we met je linkervoet omhoog. Nee, linkervoet op de grond. Rechtervoet omhoog. En ontspan die schouders. Geen druk. Toe pressure on the upper body. Zo, dan gaan we dan. Our timer. Set. Go. Up. Zet kracht. En druk echt op het onderlijf. The lower body is doing the work. No pressure on your neck. Duwen, duwen, duwen. Yes, press it out. En misschien wil je voet mooi pointen. Mooi, de details zijn ook leuk. Zet kracht en kijk even hoe ziet die knie eruit. Gaat hij naar binnen? Doe dat niet, hou hem recht. All the way up. En zet kracht met je kontje. Haal vol, knijpen, knijpen, knijpen. Yes, lekker liggen. En kijk eens naar het plafond. Misschien moet je daar even wat spinnenwebben weghalen. Zo meteen. Eerst even de oefening afmaken. Zo, so, keep going. Ik voel hem al hartstikke goed. Ik ga naar 15 seconden door. Als je wilt, kun je handen op de grond drukken. Voor iets meer stabiliteit. Push it a little higher. For final seconds. Keep going. Knijp je bil. En adem uit. Klaar. Hartstikke goed. So, if you experience a stiffness or some cramps in the back of your leg, it can be really nice to stretch. Your leg up, trek je teen naar je toe en duw je heel in de lucht. So push your heel all the way up and pull your toe towards you. En trek je bil in de mat. Zo, so, wissel even van been, kan heel prettig zijn. Even oprekken. Nice. Oké. Kom rustig omhoog. Zo, dat ging lekker. En ik hoop dat iedereen een heerlijke dag heeft vandaag. Fijne dag. Stuur me alle verzoekjes, vragen, dingen die je op je mind, things you have on your mind. Please let me know. Fijne dag. Tot ziens. See you Monday. Doei.